luisteraar. God is goed. God zegen, lieve broeders en zusters. Vandaag sta ik hier. Wat een voorrecht dat ik vandaag hier mag staan. Samen met mijn familie, familie Toveld Blauwgrond. Voor mij is het heel bijzonder om vandaag jullie te bedienen. Vandaag heb ik rijstpom gebracht, Pastor Jonathan. Jongens, Stevie rijstpom, en dat gaat u helpen. Deze rijstpom gaat u helpen. Ik heb weinig peper gezet, dus no peper. Amen, het gaat u helpen vandaag. En het is Gods genade. Alles wat we hier doen, is ten ere voor de Heer. We kunnen niets doen. We kunnen niets doen met onze eigen kracht. Het is de Heer, de Heilige Geest die ons leidt. De Heer die ons helpt. De Heer die ons naar hier toe heeft gebracht. En daarom, laat hem elke dag danken. Laat hem elke dag prijzen. Hij is een goede God, lieve mensen. Agado zou je die niet? Oh, no one lau lau gado. No one tragado. Ik heb het meegemaakt in mijn leven. Hij is sterk, hij is machtig. Er is geen ander God die kan zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door wij. No one gaat door. No one traaf God, no durft dat kassaan. Wie durft dat? Jezus alleen. Jezus alleen durft dat. Daarom heb ik een besluit gemaakt om Jezus te volgen. Hij is de weg. Hij is de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Hey, weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent? Oetranga. We zijn sterk. Laten we weer een klap overgeven. Laten we ons overgeven. Hemelse Vader, wij danken u, Heer, voor dit moment, Abba Vader. Heer, dat ik uw volk mag zegenen, Heer. Heer, uw volk, Heer, die voeding nodig heeft, Heer. Geestelijke voeding, Heer. Heer, hier sta ik, Heer. Hier ben ik, Abba Vader. Heilige Geest, gebruik mij. Heer, ik zal doen wat u mij zegt om te doen, Heer. Heer, dat het woord dat u mij gegeven, dat dit in goede aarde mag vallen, Heer. Heer, open de oren op dit moment. Open de gedachten, Heer. Heer, u bent heilig, Abba Vader. U bent heilig. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Heilig, heilig, heilig is de Heer. De engelen buigen neer. Wij brengen u eer. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Heilig, heilig, heilig is de Heer. De engelen buigen neer. Wij brengen u eer. Heilig, heilig, heilig. U bent Heer. Halleluja. Prijs hem, Masra. De glorie van God is hier, lieve mensen. De glorie van God rust momenteel nu hier. Ontvang de glorie van God. Open uw hart. Stel u open voor de glorie van God. Hij is hier. Amen. We dienen een heilig God. En we moeten ons best doen om ook een heilig leven te leiden. En mijn boodschap vandaag is bidden naar Gods wil. Bidden naar Gods wil. Het is een heel mooi onderwerp. En ook tijdens mijn voorbereiding heb ik heel veel eruit kunnen leren. Wij horen dit heel vaak en velen zeggen dit ook vaak. Dat gebed de sleutel is. Amen. Gebed is de sleutel. En inderdaad, gebed is de sleutel. Als u uw genezing wil ontvangen, dan is gebed de sleutel. Dus zuster Gladys, als u doorbraak wil krijgen in uw leven, lieve mensen, is gebed de sleutel. Als u wil hebben dat uw familie, ook uw collega, uw naaste, uw buren, noem maar op, tot bekering moet komen, dan is gebed de sleutel. Gebed is sowieso de sleutel. Lieve mensen,
Maar er is wel een maar. Er is wel een maar, lieve mensen. En dat wil ik delen met u vandaag. Ik wil echt delen met vol liefde, zoals Pastor Jonathan zegt. Alles wat je doet, moet je het met liefde doen. En ik, vandaag sta ik hier met vol liefde. Ik weet niet of jullie dat hebben ervaren. En ik zie alleen maar liefde in jullie ook. Amen. Amen. Je ziet de brede versie. En dat is goed. Als je hier komt, al ben je boos. Als je naar zuster Gladys kijkt, wordt u weer blij. Wordt u weer blij. Oké, dan ga ik terug naar mijn vriend. Er is wel een maar. We zeggen dat gebed de sleutel is. Als wij zeggen dat gebed de sleutel is, lieve mensen, dan dienen wij ook een relatie met God te hebben. Amen. Als wij zeggen dat gebed de sleutel, dat gebed sleutel is, dan dienen wij, ik onderstreep dit, ik benadruk dit, dat dienen wij ook een relatie met God te hebben. Want door goede relatie te hebben met God, zal uw gebedsleven op een hele andere niveau zijn. Op een andere niveau als uw relatie goed is met God. Amen. Want wij dienen te bidden, lieve mensen, wij dienen te bidden naar Gods wil. En hoe gaat u bidden naar Gods wil? Om een goede relatie met God te hebben. Nou, voor heb je een goede relatie naar God, dan kan je zeggen, ik ga bidden naar Gods wil. En het is belangrijk. Het is heel belangrijk, lieve mensen. We kunnen niet bidden naar onze eigen wil. We kunnen niet bidden naar de wil van Pastor Jonathan. We kunnen niet bidden naar de wil van onze ouders of onze man en vrouw. We moeten altijd bidden naar de wil van God. Er is geen andere weg meer. Hij is de weg. Hij is de waarheid en het leven. Amen. We dienen te bidden naar de wil van God. Kan ik amen horen, lieve mensen? Amen, amen. Bidden niet naar de wil van God is als, bijvoorbeeld, je kan het vergelijken, is dweilen met open kraan. Je dweilt, maar kraan staat open, je ziet geen succes. Je dweilt, maar constant komt er water. Je dweilt, geen succes. Geen succes, je gaat je vermoeien. U gaat zich vermoeien en dat is niet de wil van God. En daarom staan wij vandaag hier. We dragen een verantwoordelijkheid om het volk van God te voeden met geestelijk voedsel. We moeten de sleutels kennen. Als we iets doen, doe het goed. Zo noodweer. Doe het goed. En vandaag ga ik wat sleutels geven om te bidden naar Gods wil. Om te bidden naar Gods wil. Je gaat je vermoeien, lieve mensen. En de Heere verhoort uw gebed niet. Met andere woorden, ja, laat me dit niet zeggen, maar daarom wil ik u wat sleutels geven vandaag om te bidden naar Gods wil. Er zijn sleutels voor gebed. Er zijn aantal sleutels voor gebed, lieve mensen. Aantal sleutels. Voor diegenen die de Bijbel lezen, die weten dit ook. En u gaat bepaalde dingen die je gaat aanhalen, gaat u ook herkennen in uw leven. Als er geen sleutel zou zijn voor gebed, of als er geen sleutel voor gebed zouden bestaan, dan zouden alle gebeden verhoord worden. Alle gebeden zouden dan verhoord worden. Zelfs de onbekeerde als ze bidden, zou dat ook verhoord worden. Maar wij weten, en ik weet ook, dat niet alle gebeden, lieve mensen, verhoord worden. Niet alle gebeden worden verhoord. En ik zeg dit niet, lieve mensen. En ook wil ik dit zeggen. Dat is niet omdat God ze niet wil verhoren. Dat is het helemaal niet. Het is omdat we niet altijd de goede sleutels gebruiken. De goede sleutels gebruiken. Amen. We moeten de goede sleutels gebruiken om het effectieve gebedsleven te hebben. Om te bidden naar Gods wil. En ik zeg dat niet, dat gebeden niet verhoord worden. De Bijbel zegt dat ook. Wie gelooft dat? De Bijbel zegt dat ook. Lees Jacobus 4 vers 3. Daar laat ons zien, je bidt, maar je bidt verkeerd.
In Jacobus 4 vers 3 staat geschreven, laat ons je bid, maar je bid verkeerd. Dus we kunnen wel verkeerd bidden. Het staat duidelijk in de Bijbel, in Jacobus. We kunnen bidden, maar we bidden verkeerd. Dus ik zeg dit niet, het staat in de brief van Jacobus. Oh ja, jongens zijn heel snel, goed getrainde jongens. Ze doen alles met liefde, heb ik opgemerkt. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bent onomitaki. En alles wat ik naar voren zal brengen, komt van Gods woord, uit Gods woord. Gij bidt wel, weet ik niet. Ik zeg niet dat u niet meer bidt, maar ik praat over het algemeen hoor. Over het algemeen. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bent. Om het in uw hartstocht door te brengen, lieve mensen. En dat kunnen we lezen in Jacobus. En bidden heeft sleutels en je moet weten hoe te bidden. En God heeft ons sleutels gegeven en wij dienen de sleutels te bestuderen. We moeten lezen naar de Bijbel. We moeten lezen naar de Bijbel voor iets richting. We moeten de Bijbel lezen om inzicht te krijgen. Bijbel te lezen dat u wijsheid krijgt. En als u zaken of als u gaat bidden, dan gaat God u wijzen hoe te bidden. Gaat u resultaten zien. Want we gaan voor resultaat. We gaan voor succes. Unegogilasi. Amen. Zijn jullie eens met mij? Unegogilasi. We gaan van overwinning tot overwinning. Van doorbraak tot doorbraak. Van geloof tot geloof. Dat moeten we zijn als christen. Maar we moeten bidden naar Gods wil. Amen. Vandaag wil ik zoomen op drie woorden. Heel mooie woorden. Ik wil zoomen op drie woorden. Ik wil die drie woorden echt onderstrepen, echt rood onderstrepen, om een krachtig gebed te hebben in je leven. Ik wil praten vandaag over 1. Relatie. Ik wil praten over actie. En ik wil praten over resultaat. Het zijn drie punten, deze drie punten gaat u, het gaat u helpen, het heeft mij geholpen. Het heeft mij geholpen om te bidden echt naar Gods wil. Ik heb resultaten kunnen zien. En deze week nog heb ik iets meegemaakt in mijn familie, waar ik heb gebeden naar Gods wil en ik heb resultaten gezien. En ik zeg dit, 1, 3 woorden, relatie, actie en resultaat. Als relatie, lieve mensen, en actie niet overeenkomen, de man niet kon overeen, dan is resultaat een probleem. Is resultaat een probleem? Jouw relatie en actie moeten overeenkomen. Ze moeten echt overeenkomen. En dat straks gaat u zien waarom ik dit zeg. Anders is resultaat een probleem. En velen hebben dit meegemaakt. En ik zie ook velen bij gelovigen. Mensen die 10 jaar, 20, 30 jaar tot bekering zijn gekomen. Ze bidden 20 jaar lang aan. De man is geen resultaat. Ze bidden 50 jaar lang. Geen succes. En ik zeg niet dat het verkeerd bidden. Jacobus zegt dat. Amen. En we willen dat Tovah Lovron moet bidden naar Gods wil. Amen, Pastor Jonathan. We doen ons best om ons sleutels te krijgen en dat wij het naar u kan brengen. Dat wij vanaf vandaag anders kan bidden. Oké, ga ik terug naar die drie woorden. Relatie, als relatie en actie niet overeenkomen, dan is het resultaat een probleem. Ik hoop dat dit helemaal duidelijk is, lieve mensen. We hebben relatie nodig. We hebben actie nodig om resultaten te zien. Amen. We hebben relatie nodig. We hebben actie nodig om resultaten te zien. Met andere woorden, dat uw gebed verhoord wordt. Dat uw gebed verhoord wordt. Ik ga u een voorbeeld geven. Maar give me een tori. U hoeft niet te betalen. Maar als ik morgen die tori geef, dan gaat u mij wel moeten betalen. Maar vandaag is geheel gratis. Zuster Gladys, u kiest voor vandaag of morgen? Ik plaag u, zuster Gladys. U kiest voor vandaag? Dan mis ik die 50 euro. Oké, ik ga mijn eigen tori vertellen. Ten aanzien van relatie, actie en resultaat. En dat heeft te maken met ons gebedsleven. Het heeft te maken met
bidden naar Gods wil. In mijn beginfase, mijn relatie met zuster Monique, mijn relatie beginfase, heb ik alles gedaan. Het heeft niet één dag, twee dagen of een jaar geduurd. Het heeft jaren geduurd. Ze zit daar en te meer lee Ozabi. Weet je, het heeft jaren geduurd om een relatie op te bouwen. En waarom? Om te kunnen zien wat haar interesse is. Om te kunnen zien waarvan ze houdt. Om te kunnen zien wat mijn rechten zijn. Om te kunnen zien wat mijn plichten zijn. En als ik dat ontdek, en ik heb dat ontdekt, heb ik het in actie gebracht. En ik ben niet bang, omdat ik weet, 5 jaar of 4 jaar, hadden we dat we nog niet samen wonen. 4 of 5 jaar, we hadden een relatie opgebouwd. En in die 4, 5 jaar heb ik kunnen zien wat mijn rechten zijn. Wat mijn... Jullie kijken waarschijnlijk, ik weet het. Ja, dus ik heb 4 jaren lang een relatie opgebouwd. En ik heb kunnen ontdekken wat Monique interesse is. Waarvan Monique houdt en waarvan ik zeg. De mijn actie was aan. En tegenwoordig, dames, de enige manier, ze geven een snel rode kaart. Ze geven ze als een referee nu. Want boy kon laulen. Nee. Jij niet. Rode kaart. En ik was zo bang voor die rode kaart. Daarom heb ik een relatie opgebouwd met haar. En er was een punt gekomen waar ik zeg, no man, ik heb alles ontdekt. Ik heb haar ten huwelijk gevraagd. Ik heb dat in actie gebracht. Omdat ik weet wat mijn rechten, wat mijn plichten, dat ze van me houdt. Ik weet dat. Ik durf nu te zeggen, kom met me trouwen. En ik heb resultaten gezien. Justin, kan even opstaan. Even opstaan. Geen resultaat. Niemand is daar. Resultaat. Gadogum. God is goed. Glory. Gadogum. Gadogum. Zie je? Bidden naar de wil van God. Relatie, actie en resultaat. Amen. If you ne bow resultaat, me go na, sorry, me ne bow relatie met Monique, dat ik ga tot actie om vragen om te trouwen, dat me wat klap. Weet je, dat wat is er met je? Je moet eerst gaan onderzoeken. Je moet eerst die relatie gaan opbouwen. Hetzelfde met gebedsleven, lieve mensen. Hetzelfde met ons gebedsleven. Het is niet anders. Amen. Het is niet anders. Wat u vandaag hoort is niet wat in mijn gedachten is. Ik zal u wel laten zien dat het Bijbels is. En hetzelfde geldt ook voor ons gebedsleven nogmaals. Hetzelfde. U moet een relatie opbouwen met God. U moet een relatie opbouwen met de Heilige Geest. Dan gaat u uw erfenis kennen. U gaat de belofte van God zien. U gaat weten wat uw plichten zijn, uw rechten, noem maar op. Dan gaat u bidden als u weet van, hey, dat is het. Ik heb recht voor genezing. Ik heb recht voor doorbraak. Ik heb recht dit, ik heb recht dat. Gaat u bidden naar de wil van God. En u gaat resultaten zien. U gaat resultaten zien. Echt waar, lieve mensen. Echt waar. En als u resultaten wil zien, zal u echt een relatie met God moeten hebben. Dat is belangrijk. Want de onbekeerden zeggen, hey, bro Ali, misschien ik begin naar ons weer. We beginnen bij mami, ik begin naar ons. Wat zegt Jacobus? Amen. En uiteindelijk gaat u bidden naar de wil van God. U zal ontdekken als u een relatie bouwt met God. U zal ontdekken wat zijn wil is in uw leven. U zal ontdekken wat uw erfenis is. U zal ontdekken wat de belofte is. Of wat de beloften zijn van God. En op basis van deze punten, lieve mensen, gaat u bidden naar Gods wil. Uiteindelijk gaat u echt resultaten zien. U gaat resultaten, u gaat succes zien. Maar Pastor Jonathan heeft iets mooi uitgelegd. Ik zei aan net aan zuster Moed. U moet geleid worden door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. Inoshi, als er iemand daar is, die persoon is bezeten. En de Heilige zegt u niet om voor haar te bidden. Nogal, vraag eerst de Heilige Geest leiding. Dan gaat u bidden voor de persoon. Anders, probleem. En wij allemaal, lieve mensen, wij allen, we hebben
tijdens Nahuaku gesproken met broer Irvin. Wij allen, hij heeft ook iets moois gezegd hoor. Wij allen hebben een eigen wil. Wij hebben een eigen wil, lieve mensen. Zelf God heeft een eigen wil. Zelf de duivel heeft zijn eigen wil. En onze eigen wil is zeer belangrijk om een succes gebedsleven te hebben. Of om een gebedsverhoring te hebben. Je moet willen. Alles gebeurt, maar je moet wanneer, broer Irvin. Je moet willen, if you know why, zo is Pastor Remy zeggen, oh no, Rogo. Het gaat niet werken. Amen. En als je niet begrijpt hoe belangrijk uw wil is, dan heb je een probleem. Laten we lezen Johannes 10, vers 10. Dit heb ik vorige week ook behandeld tijdens avondmaal. Hier lezen wij, de dief, daar praat ik over wil hoor. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed, lieve mensen. En hier zien wij drie partijen. Heel mooie tekst. Hier zien wij drie partijen. We zien één, de dief is de vijand. We zien twee, de Heer Jezus, God zelf. En we zien, omdat zij, hoe je zei, dat zijn wij hier. Drie partijen, dief, God en wij hier. En wat is de wil van de dief? Daar praat ik over ons eigen wil. De wil van de dief komt om te stelen. Zegt Jezus hier, dit is onomitaki, dit is naar Jezus heeft taki. Als Jezus iets zegt, dan is dat het hoor. We dienen God die niet liegen kan hoor. Als Jezus zegt, de dief komt om te stelen, dat is. Daarom is de dief. Hier, de dief komt te stelen. En wat zegt Jezus verder? Jezus komt om te helpen. Hij is op aarde gekomen om ons te helpen. En jij en ik, luister, jij en ik zitten tussen Jezus en de dief en de vijand. Wij zitten tussen. Dief is hier, de vijand is hier en Jezus is hier. Dan praat hij terug naar uw eigen wil. God heeft ons een eigen wil gegeven. Voor wie kiest u? Amen. Als u zegt, ik kies voor de dief, dan gaat hij u stelen. Gaat hij u slachten. Gaat hij u verdelven. Als ik kies voor Jezus, zegt Jezus hier, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Amen. En we zitten in het midden, zuster Marlin, precies in het midden zitten wij. En luister hier, u bepaalt wat jij en ik doen, bepaalt hoeveel succes de dief zal hebben. Wij bepalen of de dief succes zal hebben. Wij bepalen dat. Wij geven de duivel macht, want de duivel geeft macht. We geven de duivel macht om uw leven te heersen. Het is u die bepaalt. Wij hebben een wil. Jezus heeft een wil en de duivel heeft ook een wil. En wat jij en ik doen bepaalt hoeveel succes de dief zal hebben. En dit heeft met ons gebedsleven te maken. Dit heeft te maken met ons gebedsleven, lieve mensen. Hier zien wij dat de dief heeft een wil om ons kapot te maken. Dat is de wil van de dief om ons kapot te maken. En Jezus zegt hier, onderschat echt de woorden van Jezus niet hoor. En wat wil hij stelen? Hij zegt de dief, hij wil jouw kennis stelen, lieve mensen. Hij wil jouw kennis stelen en dat is zo belangrijk. Hij wil jouw wijsheid stelen, ouwe vervoeren. Jullie herkennen dat? Hij wil je wijsheid stelen. Hij wil je gezondheid stelen. Met andere woorden, duivel wil je dom houden aangaande geestelijke dingen. Hij wil je echt dom houden. Hij wil dat je moet bidden, niet naar Gods wil. Dat u gaat vermoeien. U gaat 20 jaar lang bidden, maar u boekt geen succes. U geeft geen resultaat. Hij wil u dom houden. En dit zijn de sleutels waar we moeten letten. We moeten de strategieën van de duivel ook kennen. Hij wil een aantal zaken van u stelen. Hij kan je beroven van alle goede wat God je wil geven. Hij is een rover. Hij is een rover. En nog steeds berooft hij. Terwijl ik praat, vallen mensen ook in slaap. Ze beroven. En ik bestraf elke maag. Amen. Hij is een rover. Hij is een dief. Hij komt te stelen. En dat heeft Jezus zelf gezegd. De tekst zegt verder, er is een Heer die is gekomen om leven en overvloed te geven. En dat is Jezus Christus. Aan hen die wel geloven. Aan hen die geloven. En dat kan hand in hand met uw wil. Dat kan hand in hand met uw wil.
Je moet geloven, je moet willen om te geloven. Want leven en overvloed krijg je alleen door geloof. En je geloof zit vast aan je wil. Je geloof zit vast aan je wil. If you never want to go, zou je niet komen. Je moet willen. Amen. En hier zien wij ook de dief heeft een wil. Jezus heeft een wil. Hij is van de hemel naar de aarde gekomen om u en mij te helpen. Om u en mij te helpen. En dat moet u altijd onderstrepen. En je hebt ook een wil om te kiezen, om hem te geloven. En vergeet niet, mensen, dat dit een proces is. En Jezus leert ons om te bidden. Het is een proces, maar in die proces moet u bidden naar Gods wil. Om die wil te krijgen, om te kunnen geloven. Want als jij zegt, ik wil leven en overvloed hebben, dan is één van de eerste dingen die je moet leren, lieve mensen, dat je gebedsleven moet hebben. Je moet een gebedsleven hebben. Als je zegt van, leven, ik wil leven en overvloed hebben, dan moet je een gebedsleven hebben. Je moet een relatie hebben. En als je relatie hebt met God, dan moet je actie brengen. En als je actie brengt, gaat je resultaten zien. U gaat resultaten zien. Toch, het gaat samen. Wat is het weer? Eerste woord. Relatie. Actie. En resultaat. En we zien ook in de Bijbel. Een van de eerste dingen die Jezus aan zijn discipelen geleerd heeft. Lieve mensen. Is gebed. U kunt het lezen. Is gebed. Eerste sansa attakant gebed. Je moet bidden, je moet een relatie opbouwen. En hoe ontwikkel je eigenlijk, hoe ontwikkel je relatie? Is dat je in de tegenwoordigheid van God moet blijven. Je gaat de Bijbel moeten lezen, je gaat mediteren. Je gaat moeten komen naar de bidstonden. Je gaat moeten komen naar de Bijbelstudie. Je gaat moeten komen naar de samenkomsten. En je gaat je verder ontwikkelen. Je gaat meer weten van God. Vooral de Bijbel lezen. En zo bouw je. Het is niet één dag, twee dagen, drie dagen. Ik heb een voorbeeld aangehaald van zuster Monique. Het is jaren die je relatie moet opbouwen. Uiteindelijk ga je rechten kennen. Je erfenis, je belofte. Alles gaat u weten. En dan gaat u bidden. U gaat een actie moeten ondernemen. Je gaat actie moeten ondernemen om resultaten te kunnen zien. En ook, we zien ook in de Bijbel een van de eerste dingen die Jezus aan zijn discipelen heeft geleerd is gebed. En je kunt het zelf lezen om even tijd te winnen in Matthäus 6. Je kunt het opschrijven, vers 5 tot en met 14. Je kunt het zelf thuis lezen. En Jezus, lieve mensen, Jezus neemt gebed heel serieus hoor. Dan praat ik over gebed naar God. Naar de wil van God. En hij was zelf een bidder. Jezus was zelf een bidder. Hij heeft altijd de discipline geleerd om te bidden. Echt waar. Maar, niet klakkeloos bidden, lieve mensen. Want als Jezus komen is om ons leven en oefenen te geven, dan wijst hij ons ook de route. Hij wijst ons eigenlijk hoe we moeten bidden. Als hij zegt, bid naar Gods wil, dan helpt hij ons hoe wij moeten bidden. Hij stipt de route uit voor je van, hey, dit is het. En we moeten willen om de weg te volgen. Het is niet makkelijk, maar je moet willen. En wat is de route die hij ons geeft? Eerst is de route is gebed. Je moet bidden naar Gods wil. Ik hoop dat jullie me begrijpen. En Jezus leert ons om te bidden naar Gods wil of naar zijn wil. En ook hoor, lieve mensen, naast alle krachten en demonstratie was Jezus echt een bidder. Ik heb gelezen in de Bijbel. Hij bad altijd naar de wil van zijn vader. Laten we lezen Lucas 18 vers 1. Zei hij ook daar. Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Niet verslappen, vooral de tijd waar wij nu leven. Een heel uitdagende tijd. Dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen, lieve mensen. We moesten beginnen. Het is de tijd van gebed. En dit geldt ook voor ons vandaag. Lieve mensen. Leven en overvloed zit echt vast aan uw gebedsleven. Zit echt aan uw gebedsleven. Als u leven en overvloed wil hebben, zit echt vast in uw gebedsleven. Amen. We moesten beginnen soms. Het is een uitdaging, je bent moe, ik begrijp het ook.
Maar bid naar Gods wil. Vanaf vandaag laten we bidden naar Gods wil. En ook, gaat God kan niet alle gebeden horen. Maar gebed moet altijd in lijn zijn. Gebed moet altijd in lijn zijn met Gods wil en Gods woord. Te you biggie. Dat is ook belangrijk. Maar wanneer ga je dat weten? Dat het in lijn is met Gods woord. En Gods wil. Als je de Bijbel leest. Als je relatie gaat opbouwen met God. Dan gaat je het zien. Je gaat het ontdekken. Zuster aan. Je gaat het ontdekken. Je gaat het zien. En door relatie op te bouwen. En ik zei het net al. Ik hoor mensen zeggen. Vooral de onbekeerden. God is zo goed. God is zo machtig. Weet je? En als je bidt, hoort hij altijd. En vele onbekeerden zeggen ook, zelfs met al, maar ik bid tot God en ik weet dat God mijn gebed zal verhoren. God wil alle gebieden verhoren. Hij wil, het is niet dat hij niet wil, hij wil, maar hij wil ook dat u gaat bidden naar zijn wil. En zuster Gladys, hij wil dat u moet bidden naar zijn wil. Zoals Jacobus zegt, je bidt maar je bent verkeerd, daarom gebeurt echt niks. Op meerdere plaatsen laat de Bijbel ons zien dat verkeerd bidden geen resultaat zal hebben. En lieve mensen, God houdt van iedereen. God houdt van iedereen. En van de onbekeerde, die persoon heeft geen relatie met God, maar de persoon bidt wel thuis, dan bidt de persoon volgens zijn eigen denken. Dat bidt de persoon volgens zijn levensstijl. Dat bidt de persoon niet volgens wat Gods woord zegt, wat de wil van God is. Maar wij dienen de route van God te volgen. Wij hebben ons leven gegeven aan de Heer. De Heilige Geest woont in ons. Lief in ons hart. En wij dienen Hem te gehoorzamen. We dienen de stem van God te horen, lieve mensen. God houdt zoveel van ons dat Hij ons leert bidden. Hij leert op bidden zodat Hij jou kan helpen. Het is niet zomaar Hij ons leert bidden. Hij wil jou helpen om een goede gebedsleven te hebben. Ik hoop dat u dit begrijpt. En ook, een voorbeeld. Je koopt bij een televisie naar HSDS. En je koopt, want de meeste televisie van hier zijn 18 volt. En je krijgt altijd een manual. Hoe je tv moet gebruiken, hoeveel volt en zo, dit en dat. Als je thuis komt, je hebt een stopcontact en je leest de manual niet. En je hebt een stopcontact daar, 22 volt, dat je tjoek en bang, 22 volt, wat gaat gebeuren? Televisie op brom. Er zijn aanwijzingen die je moet naleven, lieve mensen. En zo is het geestelijk, in het geestelijke. Volg de route wat God ons geeft, volg de route. Amen. En zo ook met bidden. Volg de route. Ik wil dat ieder de route van gebed naar God wil moet begrijpen. Laten we lezen Job 22, vers 27 en 28. Als gij tot hem bidt, zal hij u verhoren en gij zult hem uw geloften betalen. Houd dit vast. En gij zult hem uw geloften betalen. Dus al die punten wat ik nu aanhaal, het is bidden naar de wil van God. Als gij tot hem bidt, zal hij u verhoren en gij zult hem uw geloften betalen. 28. Wanneer gij tot iets besluit, dan kan het tot stand en op uw wegen straalt het licht. En ik wil u laten zien dat bidden niet alleen vragen is. Want velen zeggen, bidden alleen, want je actie toch. Bidden is vragen, Heer, genies mij, Heer, geef mij door. Dat is bidden. Maar als je gaat loven en prijzen, dat is een hele andere manier van gebed. Is dat op een hele hogere niveau van loven en prijzen. Loven en prijzen is niet meer vragen. Loven en prijzen is danken, prijzen. Heer, ik dank u voor mijn genezing. Ik dank u voor mijn doorbraak. Weet je, dat is loven en prijzen. Maar gebed is ook richting vragen. En ik hoorde velen zeggen ook van bidden is vragen. Dat is waar. Vragen is een onderdeel van bidden. Vragen is een onderdeel van bidden. Maar vragen alleen gaat je niet helpen. Omdat God niet alleen vragen aan bidden heeft gekoppeld. God heeft ook jouw wil aan bidden gekoppeld. Om jou te vragen, te bekrachtigen. Dan praat ik over actie.
Dus je gaat relatie bouwen, je gaat actie ondernemen en je gaat resultaten zien. En ook, als gij tot hem bidt, 27, als gij tot hem bidt, zal hij u verhoren en gij zult hem uw belofte betalen. Hier staat geschreven, als gij tot hem bidt, zal hij u verhoren en gij zult hem belofte betalen. Met andere woorden, je hebt ook, lieve mensen, je hebt ook een verantwoordelijkheid om met God te wandelen. Je hebt ook een verantwoordelijkheid om met God te wandelen, zoals ik het deed met zuster Monique. Toch? Een relatie opbouwen, je dient dat te doen. Door te bidden, door te vasten, door het woord te lezen. Je gaat niet alleen bidden, maar in een kwakkerkie. Je gaat niet alleen bidden, maar in een vasten. Je gaat niet alleen bidden, maar je leest de Bijbel niet. Hoe ga je je relatie bouwen met de Heer? Hoe willen wij resultaten zien? Hoe willen wij dan succes zien? Het gaat tijd, je gaat tijd moeten investeren. Het gaat gepaard met tranen. Maar het moment dat u de route volgt van de Heer, moment dat u de wil van de Heer, u bent naar de wil van God, wij willen allemaal hebben dat u resultaten boekt. Dat is ook de wens van Pastor Jonathan. Hij wil dat u succesvol moet zijn. God wil ons dom houden. De duivel wil ons dom houden. De duivel wil ons echt dom houden. Echt waar. Aangezien dat de zaken van God hoor. Bidden is je relatie met God, lieve mensen. En er moet een open relatie met God zijn. Je moet naar hem willen luisteren. En wanneer, hij zegt in 28, vers 28. Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand. En op uw wegen straalt het licht. Wanneer gij tot iets besluit. Zijn dingen die je moet begrijpen. Wanneer gij tot iets besluit. Als God naar iets vraagt. En u ervaart wat Pastor John heeft gezegd. Als God naar u iets hebt gevraagd. En u ervaart dat de Heilige Geest het u wil geven. U ervaart dat daarom bidden. Een relatie met God hebben is belangrijk. Want als er iemand is. En de Heer zegt. Ga naar die persoon en bid die persoon. Je moet de stem van God kunnen herkennen. Door een goede relatie met God te hebben. Als God u stuurt van oké. Ik herken dit en ik ga naar die persoon en ik bid voor die persoon. God gaat u alles openbaren en die persoon komt vrij. Maar ga niet, u bent 20 jaar tot bekering. Met dat jammer, met een lange tot bekering. U heeft geen relatie met God. Een persoon is bezeten. Je gaat lang naar broer even. Ik bestraf je uit de naam van hem. Die geest gaat jou bestraffen. Echt waar. Die geest gaat jou bestraffen. No good is aan doen doen. Weet je, God heeft ons wijsheid. God heeft ons kennis. De route van God volgen, lieve mensen. Ga niet jouw eigen route volgen. Ga niet jouw eigen kennis of wezen. Noem maar op, ik weet niet wat het is. Maar volg de route van God om succes te boeken. Om resultaten te kunnen zien in uw leven. Daar moeten we gaan. Laten we opstaan. Kom, Wiki. We dienen een hele God. Amen. En dan zegt het woord van God verder. Heel mooi. En op uw wegen straalt het licht. Dat is resultaat. Dit is resultaat. Dit is succes. Je gaat relatie, actie moeten brengen. De I tell you, ja, go. Bro Ali, je gaat je geest moeten bestraffen. Ik ga je leiden. Je moet durven. Je moet niet bang zijn. Bidden naar Gods wil is relatie, is actie en resultaat. Als je naar het leven van Jezus kijkt, dan zie je dat hij niet anders deed. Hij deed het niet anders. Ik heb voorbeeld genomen van Jezus. Naar van Jezus doen. Dat is zo met dat kind, dat is zo met doen ook doen. En God die me uitgedaagd. Gods route moeten we volgen. Gods route, maar dat is relatie moet je opbouwen. En dan moet je het actie brengen, moet je durven. Want uiteindelijk moet je komen naar geestelijke volwassenheid. U gaat ook moeten bestraffen, anders gaat het ook niet kantoren, ja. Amman is mijn kind 23 jaar lang aan toch, dring hij nog steeds pap. Ik moet nog steeds pamper voor hem dragen. Ik moet die billetje nog wassen. Ik dacht, abo, die want sorry, nu was ik Justin billen nog. Kijk hoe groot hij is. Mensen zeggen, Justin is je vader nog.
Uiteindelijk, Justin, toen hij klein was, moesten wij pampers voor hem dragen. Moest een pap geven, Justin, kijk hier. En hij is nu groot geworden. Hij gaat dingen alleen moeten doen. Moeten groeien naar geestelijke volwassenheid. Amen. Uiteindelijk moet ook geen pap meer denken. We moeten gaan en staan dat als een soldaat van God. En elke geest bestraffen eruit. En elke ziekte moet u dan kunnen bidden en zeggen, elke ziekte mag eruit. We moeten sterke soldaten kunnen zijn. We moeten groeien naar geestelijke volwassenheid. Amen. En daarom hebben we geen strijdersteam hier. Juna, strijder. Juna, jij bent zelf een strijder. Weet je? Je moet niet bouwen op geloof aan een ander. God heeft autoriteit en gezag gegeven. Amen. En mijn moppen uit die heerpreek. Moet ik even terug gaan. Oké, laat me even gaan naar Johannes. Oké, snel Johannes 15, vers 7 en 8. Oké, dan zegt het woord hier. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wil en het zal u geworden. Hij heeft hier niet geschreven. Vraag wat gij maar wil en het zal u geworden. Dat schreef hij. Schreef eerst. Indien gij in mij blijft. In mijn woorden die blijven. Ziet u? U gaat relatie moeten bouwen. U gaat de woorden van God in uw hart zetten. U gaat de wil van God doen. En zeg hij verder. Vraag wat gij maar wil. Actie. Dan ga ik terug naar de onbekeerde. Dan gaat hij me beter begrijpen. Die man zegt, ik praat alleen misschien een beetje naar Oso. Misschien een beetje naar Oso. Je een beetje dat bij misschien een beetje. Maar wat staat hier? Wat staat hier? Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, dan gaat u resultaten zien. Vraag wat gij maar wil en hij zal u geworden, lieve mensen. Hier zien wij dezelfde principe. Amen. Er staat geschreven indien. Hij is eerst hoor. Indien gij in mij blijft. En wie is hier? Wie is mij hier? Het staat mij. Indien gij in mij blijft. Dat is Jezus Christus. Eigenlijk de Heilige Geest. Toch? Is de Heilige Geest. Ik weet dat. Het staat ook in Johannes 14, 16. Je kunt ook thuis lezen. Dat zegt hij. Ik ga maar. De Geest komt. Zegt Jezus. U moet het maar thuis lezen. Johannes 14, vers 16. De versen. Ik ga, maar de Geest komt, de Heilige Geest. En de meeste christenen, als ze zeggen je moet in de Heer blijven, bedoelt men, je moet in Jezus blijven. Dat klopt helemaal. In Jezus blijven betekent, lieve mensen, je leven onderwerpen aan de Heilige Geest. Je leven onderwerpen aan de Heilige Geest. In Jezus blijven betekent, de Geest die leiding geven. De Geest moet je leiding geven. Wandelen met Hem. En dat is relatie. Bidden naar Gods woord. En als u gaat bidden naar zijn woord, gaat u succesvol worden. U gaat bidden naar zijn woord. U gaat zien wat uw erfenis is. Zuster Anne, gaat u zien van één man. U gaat duidelijk zien van de resultaten. Want, ik zeg dit, de Heilige Geest woont in ons. En want Jezus is naar de Vader gegaan. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. En hij zegt, ik stuur de trooster voor u. Hij zal bij je zijn. Als Jezus zegt, blijf in mij. Zegt hij, heel simpel. Blijf in de Heilige Geest. Blijf in de Heilige Geest. Heilige Geest. Als je niet met de Heilige Geest wandelt, lieve mensen. Je kan besluiten wat je wil. Je kan eisen wat je wil. Je kan verklaren wat je wil. Je kan proclameren, lieve mensen, wat je wil. Het gaat niet werken. Onoroko. Maar je kunt niet zeggen, ik blijf in Jezus. En je besluit niet. Je eist niet en je verklaart niet. En je proclameert, dan gebeurt het ook niks. Als je in Jezus bent, moet je kunnen eisen. Moet je kunnen verklaren. Moet je kunnen proclameren. En hetzelfde. Je wandelt niet met de Geest. De A wilt u verklaren. Wil eisen. Het gaat ook niet werken. Want in Jezus blijven betekent in de Heilige Geest blijven. En dan doen wat de Heilige Geest zegt om te doen. Om te doen. Dus je moet je relatie met de Heilige Geest
onderhouden om een krachtige gebedsleven te hebben. Amen. Je moet dus, we moeten een relatie met de Heilige Geest onderhouden. Onderhouden, bekering is goed, bekering is top, maar het belang is onderhouden. Je moet het onderhouden. Als je met de Heilige Geest wandelt en je bent in Christus en je onderwerpt aan de Geest van God en je mediteert over mijn woorden, zegt God, Gods woord heeft altijd, of Gods woord moet altijd de hoogste prioriteit in je leven hebben. De hoogste prioriteit moet Gods woord in je leven hebben. Of het moet in leven zijn. Dan zeg je, als Gods woord de hoogste prioriteit heeft in je leven, dan zegt God niet, vraag wat gij maar wil. Aksigado. Vraag wat gij maar wil. Hij gaat u geven. Praat Roger, gelooft u dat? Hij gaat u geven, lieve mensen. Dus dan ga ik terug. Jouw relatie met God moet overeenkomen met uw actie om resultaten te kunnen zien. Bidden naar Gods wil. Dan lezen wij, vraag wat gij maar wil en het zal gebeuren. En het woord vragen hier, dan ga ik eindigen hoor, ik heb eigenlijk meer. Het woord vragen hier betekent ook eisen. De mouw actie, jullie zullen zeker denken, wat vertel deze man, eisen, moet je God eisen? Maar ik zeg hier, het woord vragen hier betekent ook eisen. Het woord vragen is niet alleen maar vragen, maar ook eisen. Je gaat ook moeten eisen. Even kijken naar een heel mooi voorbeeld. Ik ga zuster Gladys vandaag klagen. Zuster Gladys vindt het niet erg, toch? Zuster Gladys, die komt met alle liefde hier. Dat eet jou een lekkere boy voor me. Op de zondag komt ze hier en ze brengt een boy en zegt, broer Ali, dit is van jou. Dit is van jou. En broer Roche die komt zonder te vragen. Hij pakt die boy op bum en hij brengt het weg en begint te eten. En ik weet dat het van mij is. Dus de klet is voor mij gebracht. Ik ben kind van God en ik dien het weer te eisen. Breng mijn boeien terug. Het is van mij. Het is van mij. En zo ook in het geestelijke. De duivel wil je kennis nemen. De duivel wil je wijsheid nemen. De duivel wil je genezing pikken. De duivel wil alles doen. Hij is een dief. En jij moet durven om te eisen. Begrijpt u? Waarom ik zeg eisen? Je moet het terug eisen. Heren, je bestraffing, dit is van mij. Mijn genezing, mijn doorbraak, financieel, alles is van mij. Breng het terug. Ik eis het. Je moet het kunnen eisen. Maar het gaat gepaard met relatie. Als je relatie gaat bouwen, dan weet je dat kan je terug eisen. Je moet het in actie brengen. In actie brengen om resultaten te kunnen zien. En het staat in Psalm 23, maar je kunt het thuis lezen. Psalm 23. Daar kunt u lezen. Psalm 23. En dus ik kan het even zetten. Psalm 23. Maar u kunt het thuis vanaf 1 hoor. Psalm 23. Kunt u zien wat uw erfenis is. U kunt het eisen. Psalm 23. Ik weet niet of ik het... Ik heb het niet door... Vanaf 1. En Psalm 23, we moeten daarin gaan leven, lieve mensen. Psalm 23. En Psalm David, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ga door. 2. Hij doet mij nederliggen in kransen van weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Door. Er staat een aantal hoor. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn. Maar je kunt het thuis lezen. Om tijd te winnen. Je kunt het thuis lezen. We moeten daarin gaan leven. En als de duivel het jou wil pikken, zeg stop. Als omstandigheden jou wil tegenhouden, zeg gewoon stop en je eist alles dingen weer. Ik heb recht op alles wat God mij heeft gegeven. Je hebt recht. Je hebt recht om het te eisen. Amen? Je hebt recht. Ik heb recht op rust. Ik heb recht op vrede. Ik heb recht op doorbraak. We hebben recht op genezing. God heeft dit voor ons gedaan door zijn Zoon Jezus Christus, die aan het kruis is gegaan. Hij is voor onze zonde. We gaan aan het kruis. Je dien het te eisen en elke macht te bestraffen. We kunnen ons niet opstellen als hopeloze kinderen. No. Dat a duivel alleen zegt, doe ze naar ons. We moeten het stoppen vanaf vandaag. We moeten stoppen. We accepteren geen dief meer in ons leven. Dat moeten we doen.
We moeten dat niet meer accepteren. Akaba. Het is klaar. Dan we kunnen ons niet altijd opstellen als hopeloze kinderen. Maar accepteren dat wat God ons geeft, dat de vijand het van ons niet meer moet pikken. Je moet je gebed in actie brengen, lieve mensen. Amen. Je moet je gebed in actie brengen. Oké, laatste. Laatste, Marcus 11, vers 22 en 24. 22 tot en met 24. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, heb geloof in God. Hado? Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Laatste. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen, het zal geschieden, lieve mensen. Dus hier lezen wij, heb geloof in God, en dit is niet anders dan een relatie hebben met God, maar we snappen ook dat we niet tot elke berg kunnen praten. Het zou wat zijn, je gaat nu naar Bronsberg en je gaat tegen bergen zeggen, hé, ga weg, toch? En je hebt je relatie met God, het gaat niet werken. Ik heb een punt aangehaald, een voorbeeld aangehaald met broeder Irvin. Je gaat niet zomaar dingen doen. Je gaat niet zomaar bestraffen. Toch? Je gaat niet zeggen van, hey, het staat in de Bijbel hoor, van, ga even terug. Even terug, 23. Voor wat ik zeg, wie tot deze berg zou zeggen, oké, de Bijbel zegt, ik moet tegen de berg zeggen, hef u op en werp u in de zee. Oké, ik ga morgen naar Bronsberg. Ik ga zeggen, berg, werp u op. Wat staat hier? Werp u in de zee. Je gaat gewoon zo tegen de berg zeggen. Het gaat niet werken, lieve mensen. Onnodig. Het gaat niet werken. Werk met Gods leiding. Werk met de leiding van de Heilige Geest. Weet je? Maar we snappen ook dat we niet op elke berg kunnen praten. Je zal tegen bergen moeten praten als God Geest je leidt. Als God Geest je leidt. Je kan nu zeggen, alle verslaafden bevrijd. Alle drugs weg van dit land. Het gaat niet helpen. Als de Heer u niet leidt, gaat het niet helpen. Onoroko. Maar pas als de Heer u leidt, pas als de Heer u zegt van, hey, doe dit, doe dat. En u doet dat, u brengt in actie. Dan ga je resultaten zien. Amen. En als je iemand in de familie hebt, bijvoorbeeld de persoon is drugsverslaafde. En de Heilige Geest fluistert in je oor dat hij die persoon wil bevrijden. Luister goed. Doordat u een goede relatie hebt met de Heer en u verstaat dan de stem van God. En de Heilige Geest zegt, hij fluistert in je oor. Je moet voor die persoon bidden. Toch? Die persoon is een verslaafde, een voorbeeld. Dien je dat in actie te brengen. U zal moeten opstaan en zeggen, mijn neef of oom, noem maar op. In Jezus naam, verslaafheid, geest van verslaafheid eruit. Oké? Kort samengevat, lieve mensen, dan ga ik eindigen. Kort samengevat, komt deze preek op neer. Je hebt relatie met God nodig om de juiste actie te ondernemen, om resultaten te kunnen zien. Bidden naar de wil van God. Amen. Laten we de applaus geven. Laten we opstaan.